Chantal Jansen deelt trots haar samengestelde gezin in haar nieuwste dramaserie, maar erkent dat het aanvankelijk een uitdaging was. Ondanks dat de serie Eén Grote Familie voor Videoland is geproduceerd, werd de eerste aflevering toch op televisie uitgezonden, waar het gemengde reacties heeft opgeroepen. In de serie volgen we Julia, gespeeld door Chantal Jansen, en Taco, gespeeld door Likele Muus, die vol liefde gaan samenwonen. Dit lijkt in eerste instantie idyllisch, maar er komt meer bij kijken, aangezien ze allebei 3 kinderen hebben uit vorige relaties. Deze kinderen komen allemaal samen onder 1 dak te wonen, wat onvermijdelijk leidt tot spanningen en conflicten in het huishouden. Het verhaal draait om de complexe dynamiek binnen een samengesteld gezin, waarbij alle hoogte- en dieptepunten van het dagelijks leven aan bod komen. De uiteenlopende leeftijden en opvoedstijlen van de kinderen en tieners zorgen ervoor dat ze niet altijd even plezierig zijn in hun gedrag. Kijkers hebben vooral kritiek op de brutale en lastige houding van de kinderen in de serie. Sommigen hebben zich zelfs verbaasd over hoe negatief de kinderen worden afgeschilderd. Een kijker op sociale media vraagt zich af, waarom zijn die kinderen de hele tijd zo onaangenaam? Of ben ik gewoon te oud? Een andere reactie luidt, de achterbakse houding van die kinderen brengt al mijn traumatische herinneringen weer naar boven. Vergelijking met oogappels. Veel kijkers neigen naar een vergelijking met een andere Nederlandse dramaserie, namelijk Oogappels. In deze NPO-serie worden eveneens samengestelde gezinnen onder de loep genomen. Een kijker merkt op, het is best vermakelijk, maar eerlijk gezegd, als dit het antwoord moet zijn op Oogappels, dan is het helaas mislukt. Oogappels staat bekend om zijn diepgaande karakterontwikkeling en het vermogen om gevoelige en complexe onderwerpen aan te snijden, zoals opvoeding, relaties en persoonlijke groei. Het is een populaire serie, waarvan het 5e seizoen momenteel op televisie wordt uitgezonden. Recentelijk heeft de dramaserie zelfs de prestigieuze Gouden Televisiering gewonnen.